Zo, in mijn tas heb ik een tandenborstel, ik heb een aantal onderbroeken, ik heb een systeemcamera, ik heb een compactcamera, een drone en ook nog een actioncam. Dus ik ga lekker op vakantie. Ladies and gentlemen, welcome on board of this flight. Cabin crew, prepare for landing, thank you. Ik heb dus vier verschillende camera's bij me. Een compactcamera, die is lekker klein van formaat. Een actioncam voor al je avontuurlijke reizen. Een systeemcamera met verwisselbare lenzen, waar ik nu mee film. En misschien wel één van mijn favorieten. Klein momentje hoor, daar komt die. Take-off. Oeh, daar is die. Een drone. En in deze video vertel ik je welke camera er het beste bij jou past voor als je op een verre reis gaat. Ik wil dan even beginnen met een compact camera en dit is een kleine en veelzijdige camera die met gemak in je zak past of bijvoorbeeld in een overvolle backpack. Het wordt vaak ook wel een point-and-shoot camera genoemd. Dat betekent dus dat je gewoon richt, je klikt op de sluitknop en je hebt de foto. De camera bepaalt dan zelf welke instellingen het belangrijkst zijn voor een goede foto. Maar voor de creatieve fotografen kun je een compact camera vaak ook zelf handmatig instellen. Zo kun je bijvoorbeeld de sluitertijd bepalen of de diafragma of de ISO-waarde. De meeste compactcamera's hebben ook een uitschuifbare zoomlens waarmee je onderwerpen dus heel makkelijk naar je toe haalt zonder dat je er zelf heen hoeft te lopen. En sommige compactcamera's die hebben ook een flip-out schermpje. Wat handig is als je bijvoorbeeld een selfie wilt maken zodat je altijd zeker weet dat je goed in beeld staat. Maar je kunt hem ook dus gemakkelijk gebruiken als een vlogcamera. Een actioncam is ook lekker klein van formaat en deze neem je daarom ook overal gemakkelijk mee naartoe. Ze zijn vaak schokbestendig, kunnen tegen een stootje en zijn waterdicht. En ze zijn vooral bedoeld voor avontuurlijke reizen of sportieve vakanties. Denk bijvoorbeeld als je lekker veel gaat hiken in de bergen of als je gaat parachutespringen of skiën. Je kunt een actioncam op meerdere manieren gebruiken. Zo kun je natuurlijk gewoon uit je hand filmen of met een statief aan de onderkant. Maar er zijn ook veel verschillende mounts beschikbaar, zodat je je handen vrij hebt om hele toffe filmpjes te maken. Zo heb je bijvoorbeeld een mount met een hoofdband, waarmee je de actioncam dus op je hoofd plaatst, zodat je alles kunt filmen wat jij op dat moment aan het zien bent. Je hebt een mount waarmee je hem aan je rugtas kan vastplakken, of een mount met een zuignap, zodat je hem aan de binnenkant van je auto kunt plakken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een mount waarmee je de actioncam op de stuur van je fiets zet, zodat je lekker kunt mountainbiken. En doordat de meeste actioncams dus ook waterdicht zijn, gebruik je ze ook lekker in het zwembad. Of in de zee als je gaat duiken of snorkelen, kun je hele mooie visjes zien. En je kan er ook bijvoorbeeld mee surfen, dan kan je hem bijvoorbeeld aan je surfplank vastmaken. Helaas, ik kan niet surfen, dus ik ga gewoon lekker verder zwemmen. Een systeemcamera die neem je mee als je net wat hogere kwaliteit foto's en video's wilt maken dan met de camera's hiervoor. Een systeemcamera die heeft meestal namelijk een grotere sensor waarmee je gewoon net wat meer details kunt vastleggen. Met een systeemcamera kun je ook verschillende lenzen gebruiken. Zo zijn er bijvoorbeeld lenzen die je speciaal gebruikt voor landschapsfotografie of zijn er lenzen waarmee je heel ver juist kunt inzoomen om wilde dieren te fotograferen zodat je zelf niet te dichtbij hoeft te komen. En er zijn ook lenzen waarmee je veel scherpte diepte kunt creëren waarbij het onderwerp van je foto of je video dan echt losstaat van de achtergrond. Een systeemcamera is wel groter en zwaarder waardoor die niet makkelijk in je broekzak past en ook wel zeker niet als je meerdere lenzen meeneemt. Gelukkig past die wel gewoon in je rugtas. Ik zei het eerder al, maar een drone is misschien wel een van mijn favoriete camera's. Een drone is een klein vliegtuigje met een camera waarmee je hele toffe beelden maakt. En het worden vooral hele unieke beelden, want je komt met een drone op plekken waar je normaal gesproken niet kan komen. Zo kun je bijvoorbeeld honderden meters de lucht in vliegen om een uitgerekt landschap te filmen. Of vlieg je gewoon recht boven het water.
Met een drone zoals deze, de DJI Mini 4 Pro, hoef ik me ook niet gauw zorgen te maken dat ik de drone ergens tegenaan vlieg of dat ik hem crash. Deze drone die heeft namelijk 360 graden sensoren, dus hij heeft sensoren aan alle kanten. En die sensoren die detecteren of objecten niet te dichtbij in de buurt van de drone komen. Zo kan ik bijvoorbeeld met een gerust hart tussen de palmbomen doorvliegen. En natuurlijk hou ik zelf ook altijd een oogje in het cel als ik aan het vliegen ben. Maar met die sensoren hoef ik me gewoon een stuk minder zorgen te maken. Met functies zoals cruise control en active tracking maak je ook hele toffe shots met deze DJI Mini 4 Pro. Zo kun je de drone bijvoorbeeld van punt A naar B laten vliegen. En met de active tracking kun je de drone jou laten volgen of zelfs rondjes om jou heen laten vliegen. Zelf vind ik het vooral heel leuk om te vliegen en natuurlijk om hele toffe shots te maken. Wee! Ja, ik ben weer terug. Welke camera zou jij willen meenemen als je op een verre reis gaat? Laat het me gerust even weten in de reactie onder deze video. En voor nu wil ik je gewoon hartelijk bedanken voor het kijken. En dan zie ik je heel graag weer in de volgende. Doei!